opruimen. Gaat opruimen, je bent het opruimen. Ja, nee, maar dat moet ook gebeuren. Ik heb mijn kenmerk van achternaam, kieren met mijn voornaam. Leuk. Ja, ik ben daar iets aan het maken. Hij heeft meer Kijk eens, wacht, maar dan moet ik eventjes terug hoor, want dat gaat heel snel. Kijk eens even. Dat is mooi, hè? Hallo. Hoi, ik ben Brian Sluiter. Ga je leuk? En ik vind dit leuk. Ja, en wat ben je aan het maken? Ik ben, ik weet niet hoe ik het doe. Ding. Mooi hoor. Een knutselwerk. Nou, ik ben Tobias Weterings en ik heb een soort van kerstballetje gemaakt. Leuk jongen, mooi. Hallo, ik ben Thijs van der Velde en ik ben een kerstmannetje aan het maken. Van hout. Ik ben nog niet in. Wat leuk. Ja. Mooi. Leuk dat je er maakt. Hallo, ik ben Thomas Kramer en ik ben gewoon iets aan het maken wat ik heel leuk uit moet zien. Oh ja. Mooi. Elke woensdag? Ja. Ja? We hadden elke woensdag van vorige week waren we naar het supercentrum. Ik ben Marlies Bolsjes, ik ben medewerker van Marien Kroonheer. En omdat ik uit het onderwijs kom, is eigenlijk de specialiteit voor mij om te werken hier, is alles te doen wat de kinderen, met name de kinderen van de basisscholen uit de regio, wat we daarvoor kunnen betekenen. In de kersttijd hebben we een levende kerststal, een levensgrote kerststal moet ik zeggen, buiten staan. Hebben we in de kapel een kerststal en kerstsituaties gecreëerd waarmee we met kinderen iets spelen over het kerstverhaal. Zodat hun het gegeven van het kerstgebeuren heel goed kunnen begrijpen. En er komen in het geheel zo'n 220 kinderen in deze week langs om alles mee te beleven. Het is gewoon een fantastische belevenis, omdat we ook willen dat het centrum van ons, Marien Kroon, met zijn grote tuin en zijn 9 hectare grond en al zijn prachtige gebouwen, dat die ook vooral voor de omgeving van betekenis wordt. En het is een hele fijne ervaring die we nu voor het derde jaar opdoen met deze schooljeugd. Dus, en welke scholen doen er allemaal aan mee? Alle Scala-scholen doen er aan mee. Dit is de Bosbessen school, begrepen? Dit is de Bosbessen school en dan is het Kompas, de Dromenvanger, leerkrachten, pedagogen van Scala, die juist ook willen en vinden dat het een basisschoolkind de gelegenheid moet krijgen om naast al de cognitieve ontwikkeling van het verstand ook alle andere talenten moet kunnen ontwikkelen. Oké, alsjeblieft. En iedereen is welkom. Buiten is het koud. Ja. En niet binnen, dan gaat ze tussen de tegels. Tussen de tegels is het warm. Ja. En salamanders die gaan op zoek naar warme plekjes. Waarom doen ze dat? Anders raken ze warm en vochtig. Zijn ze warmbloedig net als wij mensen? Ja. Nee, ze zijn koudbloedig. Oh ja. En wat betekent dat koudbloedig? Ze hebben geen warmte in hun lijf, weet je. Ze hebben niet van zichzelf warmte, dus ze moeten de warmte ergens anders vandaan halen. Doe je dat? Waar halen ze de warmte vandaan dan? Tobias weet het. Goudbloedig betekent dat met het bloed het hagedisje niet zelf warmte kan aanmaken. Dus dan heeft hij zon of andere soort warmte nodig om zichzelf op te warmen en te kunnen leven. Nee, ik verschrik je.
ik ben Thijs van de Velden en ik heb dit vogeltje net daar zo op het gras gevonden. En toen had ik hem in mijn zakken gedaan en nu heb ik hem hier zo in de tipi. Heb ik hem nou. Ja, we staan hier bij onze tipi. Tipi van de Bosbessenschool. Wij zijn graag buiten met onze kinderen. We ontdekken in de natuur vooral en we proberen ze ook liefde en respect voor de natuur bij te brengen. Natuurlijk nog veel andere dingen ook. En we zochten eigenlijk een mooie plek om met onze kinderen buiten te zijn. En die hebben we gevonden hier op Dijmarinkro, waar we intensief samenwerken met Stichting Focolare. En hiernaast ligt het Geerpark en daar hebben we ook een heel mooi onderkomen gekregen van de gemeente. Dus het is een beetje een combinatie. Deze tipi-tent hebben we speciaal laten maken door een meneer uit een bos, die dat vaak doet. En de tipi-tent die staat er eigenlijk in principe een groot gedeelte van het jaar in de zomervakantie. Dan breken we hem af, dan gaat hij even in de stalling. En dan zetten we hem meteen aan het begin van het nieuwe schooljaar, zetten hem weer op. We doen hier allerlei activiteiten, met name buiten. De tipi is vooral bedoeld om even met elkaar te praten, om verhalen voor te lezen, om een presentatie te geven, om gezellig even niks te doen. We gaan hier ook lekkere pannen soep maken die we dan met de kinderen zelf bereiden. Onder andere van brandnetels, vinden kinderen heerlijk. En nou, zo maken we er echt een beetje een huis van. En we voelen ons hier ook heel erg thuis, want we worden altijd enorm welkom, een warm welkom hier op Marienkro bij Focolare. We proberen ook heel veel dingen met ze samen te doen. Onder andere een speelnatuurtuin zijn we aan het ontwikkelen. We gaan een hele oude kas, gaan we samen met het bedrijfsleven, met scholen uit de buurt, voortgezet onderwijs, gaan we opknappen. Dan gaan we groenten kweken en die gaan we verkopen, zodat ook mensen van buitenaf de abdij leren kennen. En we hebben hier onze tipi. Leuk zeg. Dat is een geweldige plek. Ja. Geweldig. En misschien vindt u het leuk. Ik hoorde straks al, ik wil het leuk om dingen met de natuur te doen, zoals de salamanders net. Hè? Ja, ja. Ik doe ook dingen met de natuur, Okay. Maar buiten de aarde. Buiten de aarde? Dus ik doe aan sterrenkunde. Ah. En misschien vinden jullie het leuk dat ik eens een keer iets kom vertellen over sterrenkunde. Geweldig. Ik heb hier de werkgroep Heus, de sterrengroep opgericht in Heusden. Ja. En ik heb een klein bestuurtje gevormd. Och. En we zijn al drie keer hier in de unit, hier bij de abdij, en mogen we bij elkaar komen. Ja. We zijn lid van de Heemkundekring Onze Noord. Okay. En daar valt het allemaal onder. Ach, en als je het leuk vindt. Ja, dat vind ik zeker leuk. En ik heb ook een kleine tentoonstelling in de unit. Oh. Dus dat kunt u ook, kan ik u ook laten zien. Als je... Ja.